We hebben vragen voor jou bedacht die je alleen op ja en nee mag beantwoorden. Je mag één keer passen en dan mag je met een rode kaart doen. En je mag straks nog op één vraag terugkomen als je wil. Oké. Nou, kom. Ja. Nou, welkom. Ben je klaar voor? Ja. Michael Gerardus van Orschal, zo weet je toch? Klopt. Michael, ben je geworden wat je wilde worden vroeger? Nee. Ben je pas vader geworden van een dochter? Nee. Van een zoon dan? Ja. Heet hij Raf? Ja. Meteen F? Nee. Is voetbal je grote liefde? Nee. Vind je jezelf een betere coördinator dan Yusuf? Ja. Over 10 jaar ben ik sectordirecteur. Nee. School is belangrijker dan mijn gezin? Nee. Op school hebben we ze de lekkerste koffie? Nee. Ik geloof je nog in Sinterklaas? Nee. Mijn auto is belangrijker dan mijn vrouw? Nee. Fiets je dan? Nee. Om zen te worden is yoga een goed middel? Nee. In de toekomst ga ik naar een opvoedcursus om een kind op te voeden? Ik hoop dat ik nee blijf. Ik lees elke vakantie een boek. Een half boek, dus ja. Azië is het mooiste werelddeel? Nee. Ik zou graag met collega's op vakantie willen naar een onbewoond eiland. Ja. Tom Hoensbroek kan beter timmeren als mij? Ja. Iedereen schat mij ouder dan 40? Nee. Wat? Ik ben er nooit vriend geweest. Wel. Ik blijf altijd trouw aan... Waar staat die nou? Aan Ieders College. Aan Ieders College. Ik zet mijn rode kaart in. Moet ik me afgeven nou? Naar jou, alsjeblieft. Ik ben gestopt met roken? Nee. Ik zou graag een keer met Tiesto op het podium staan. Met Tiesto, ja. Ik kan niet wachten tot het weer vakantie is? Ja. Ik ga dan het liefst alleen op vakantie? Nee. Zou je nog een kind erbij hebben? Ja. Met dezelfde vrouw? Ja. Als ik op school nu examen moest doen, zou ik dan slagen met alleen maar 10? Nee. Ik ben gewoon de beste docent van het Ieders College. Nee. Mijn collega's kunnen nog veel van me leren? Ja. Wat? Ben je blij met je naam? Ja. Ben je heel impulsief wat betreft beslissingen maken? Ja. Ben je verslaafd aan je smartphone? Ja. Geen wonder dat je er zoveel op kijkt. Ja. Ben je trots op jezelf? Ja. Geloof je in toeval? Nee. Had jij vroeger een lievelingsdocent? Ja. Die leek zeker op meneer Al-Abadi. Absoluut niet. Heb je deze week nog iets nieuws geleerd? Ja. Heb je deze week nog een complimentje gegeven? Ja. Heb je een favoriete maaltijd? Ja. Heb je een rare eigenschap? Ja. Heb je een zwakte? Ja. Heb je een tatoeage? Ja. Heb je liever je grootste vraag beantwoord of je grootste wens vervuld? Mijn grootste wens vervuld. Heb je ooit bewust een vriendschap beëindigd? Nee. Heb je ooit iets gedaan waarmee iets in problemen kwam? Ja. Heb je wel eens een leugentje om best wel verteld? Ja, nog steeds. Is er iemand naar wiens advies je luistert? Ja. Kun je een beetje dansen? Dit is de lekkere dansvaar. Ja. Dat denk je zeker? Nee. Heb je altijd gevoetbald? Ja. Doe je dit nog steeds? Nee. Jammer. Vond je het een leuk interview? Heb ik nog een rode kaart? Nee, ik vond het een superleuk interview. Wil je ergens nog op terugkomen? De enige vraag waar ik nog graag op terug zou willen komen is de vraag over het timmeren en Tom Hozewon. Ik heb eerlijk toegegeven dat ik denk dat Tom beter kan timmeren. Maar ik ben eigenlijk best nieuwsgierig of Tom ook de vragen eerlijk durft te beantwoorden. Tom, ik geef de rode kaart door aan jou. Oh, we zijn nog iets vergeten. Lijkt jouw kind op jou? Ja. Oh, die heeft zeker ook geen haar. Nee. Wil je nog even terugkomen? Nee, ik wil nergens meer op terugkomen. Bedankt en succes verder. Dankjewel.